U kijkt naar de wintersportweerverwachting voor Snow Plaza. Wolken lagen gisteren eigenlijk al klaar voor de Alpen en in de loop van de avond en nacht is het van het westen uit gaan sneeuwen. De sneeuw viel boven de 1500 meter in de dalen was het meestal regen en de sneeuw trekt vandaag soms vrij hevig over het noorden van Italië en het zuiden van Zwitserland en Oostenrijk naar het oosten. In de loop van donderdag komt er een nieuw neerslaggebied, opnieuw met kans op sneeuw vanaf zo'n 1500 meter. Eerst vandaag de woensdag met flink wat regen in de dalen. En vanaf als gezegd 1500 meter, een pak sneeuw kan best 10 tot 20 centimeter vallen. In de dalen regent het flink door. In Zwitserland valt het met de neerslag wel mee. De meeste neerslag valt in het zuiden. En ook hier ligt de sneeuwgrens rond de 1500 meter. Op sommige plaatsen misschien iets lager. De dolomieten dan. Ook hier valt neerslag in de loop van de dag. Met een flink aantal millimeters. Eh, bovenop valt zeker sneeuw. Met een sneeuwgrens ook hier, zo'n 1500 meter. In Oostenrijk blijft het lang droog. Hoewel de zuidflank van de Alp toch ook best wel een klein beetje neerslag kan krijgen. Kijken we naar de donderdag, dan zien we op meer plaatsen neerslag. En eh, dan komt het toch al gauw tot 10 à 20 millimeter in de dalen. En als het dan sneeuwt boven de 1500 meter, dan is dat al gauw weer 20 centimeter. Vrijdag iets minder neerslag, maar ook dan is het nog tamelijk nat. Aan de noordflank wordt het buiig met een toenemende kans op onweer erbij. Ik ben Marco Verhoef voor Snowplaza.